Nou, welkom bij weer een nieuwe Love Has Day Cody live vandaag. Speciaal, want vandaag is het Project X. Ja, wat is het voor een deel? Ik denk deel 10 of zo. Nee, dat is flauwekul. Nee, eerste deel was aanschaf Japan. Dan hebben we 3 Ashikari jaren gehad. Dan is het jullie deels laten zien. Vis komen naar Nederland en nu gaan ze uiteindelijk, gaat die vis gaat naar de klant toe vandaag. Ik heb met de klant afgesproken om het een beetje nog, laat ik zo zeggen, hij wil nog niet bekend zijn. De klant vindt zichzelf nog niet heel erg prettig. Mag het allemaal wel filmen, dus ik heb Jan gevraagd of hij mee komt helpen zo met de wegbrengen van de grote vis. Ik ga nu eerst voorbereiden. Ik ga daar een opvouwbare quarantainebak even neerzetten. Zodat we de vis water uit de vijver kunnen halen. In de bak doen voor het overwennen, zeg maar. Waar de vis naartoe gaat is het nu verwarmd. Dus de vis kan goed over, zeg maar. Dus ik dacht, dat is altijd mooi om te zien. Dus dat gaan we bij deze even doen. Zijn we zover? Nou, niet. Wat ik net ook al zei is Project X. Ik weet niet eens meer hoeveelste deel, zeg maar dat is ook niet belangrijk. Zonder flauwekul. Vandaag een bijzondere dag. Ik heb Jan gevraagd om mee te helpen. De vis gaat naar de consument. Dus je gaat nu als een nieuwe vijver. Daar zit hij ook verwarmd. En wij doen hier natuurlijk onderhoudend voeren, dus op een gegeven moment, zeg maar, als de vis dus nu, zeg maar, versneld naar de klant toe kan, is goed voor de voeding van de body en van de ontwikkeling natuurlijk van de vis. Dus goed, dit is natuurlijk een project dat al langere tijd loopt. Dus deze jaar gaat naar als een nieuwe bestemming. En wat ik vanmorgen al zei, ja, dat is misschien de laatste keer dat wij er zien. Ik denk het niet, ik denk dat wij haar nog wel vaker zullen zien. Wij komen er even bij de klant. Of we haar verder nog een keertje gaan zien, dat is maar de vraag. Ik weet niet precies, ik weet wel wat de klant ermee wil, maar ik kan er niks van zeggen. Maar goed, ik denk interessant om te laten zien dat we de vis gaan vangen en inpakken. En dan brengen naar het nieuwe onderkomen. Daar kunnen we helaas weinig van laten zien. Ik krijg een shotje van dat ze in het bakje gaat en dan misschien dat ik er in de vijver in laat. En zover moeten jullie ons dan maar geloven. Dan wil ik nog wel één dingetje zeggen. Ik heb altijd geleefd door grote vissen. En die vissen hebben wij niet om te bewaren. Dus ik heb grote vissen in de winkel als display natuurlijk. Maar ook gewoon voor de verkoop. Dus vandaar ook dit filmpje. De vissen die hier zitten worden ook gewoon daadwerkelijk verkocht. En gaan dus echt daadwerkelijk naar een nieuwe eigenaar. En ik ga laten zien hoe we dat doen vandaag. De vis inpakken, we gaan ze daar het water in. En we zullen jullie meenemen. En ik hoop dat jullie het interessant vinden. Ja, leuk. Super. Ja. Nou, de doos klaarmaken. Er gaat eerst een dooszak in. Voor mocht er wat gebeuren. Nou, dit is de grote zak. Heb ik karton naast liggen, dat vullen we de box mee op. Op het moment dat de vis in de doos zit natuurlijk, zo dadelijk. Dus Kami Transport gaat erbij in. Ja. In de meerbak al, hè? Ja. Thank you.
Zo, dan zitten ze erin. We hebben Jan net karton er langs gedaan, als het goed is. We hebben hem opgesloten, dat hij zich niet kan bewegen. Zoveel mogelijk dat de vis recht blijft. Antistress voor transport. Die gaat erbij in. Er zit vitamine B in, er zit vitamine C in. Wat kruiden, maar met name zodat de stressfactor, het pheromoon eruit gehaald wordt. Nou. Nu gaat de zuurstof op. Dan gaat ze naar haar nieuwe verblijf. Dat liep toch vlotjes? Nee. Toch? Hij weegt wat, maar het is ja, leuk om te doen. Geweldig die gewone vissen om die weg te Wat is er? Oh, rustig jongen.